Mensen, mensen, Germanen, stop met het aanbidden van deze eik. Dit is een heilige eik. Kijk uit, een mannetje. Dit is de Donau-eik. Raak hem niet aan of we slaan je in elkaar. Al onze goden zitten in deze eik, man. Donau, woon dan, Freya. Ja, nee, dat is allemaal onzin. Ik zal u bewijzen dat uw goden niet bestaan. Wat krijgen we nou? Oh, want er is maar één god. En dat is God, de vader van Jezus Christus. Dat heb ik er nog nooit van gehoord. Het enige ware geloof. Dat is heiligschennis. Ja, jij maakt onze goden kwaad, mannetje. Wodan en Donar zullen wraak nemen. Ze zullen een bliksemschicht op je afvuren. Ja, ze zullen jou in 1000 stukjes laten splijten. Nee, want ik word beschermd door mijn geloof. Zo, en dan ga ik nu beginnen. Nee! Straks valt de hemel naar beneden. Oh, nu komt de wraak van Wodan. En Donar. En Freya. Oh ja, en waar zijn die goden van jullie dan? He? Nou, kom maar hoor. Wodan, kom dan. He? Ik tel tot 3. 1, 2, 2 en 3/4 en 3. Niks. Geen wraak. Zie je wel, die goden van jullie bestaan helemaal niet. Als ze zouden hebben bestaan, dan zouden ze wat hebben gedaan. Oh. Goh, hebben we al die jaren goden aanbeden die er helemaal niet waren? Hebben we voor niks gebeden? Is er ook zonde van de tijd en dan komen we nou pas achter. Ja, nou ja, dan kunnen we net zo goed, hoe heet dat ook alweer? Christen worden. Want mijn God bestaat wel. Nou ja, ja als jij dat zegt, dan zou dat wel zo zijn, hè? Dan ga ik jullie nu dopen. Ja, ja. Gaat het, zet hem op, hè? Okay. Huh? Oh, en jij bent nu een christen. Kom op, hoor jou, hoor. Zin dan. Ja. Vind jij eigenlijk christelijk? Ja, toch? Nou, zou je ook niet zeggen. Vind je iedere woeste gemaan? Ja, joh. Haak, oh, snel kijken.